Welkom terug bij mijn tweede vlog. Deze keer wil ik het hebben over iets politieks. Het kabinet is namelijk gevallen. Dat is door een fout met de NAVO en Afghanistan alles. Maar ik denk dan bij mezelf, waarom kondigen jullie fouten niet van tevoren aan? Sorry man. Ik zei het van tevoren. En misschien is dat een slecht voorbeeld, maar het zou kunnen, weet je wel. Dus het kabinet is gevallen. En dan moeten ze reclame maken, hè? Alleen vraag ik bij mezelf af, waarom maken ze geen kettingmail? Bijvoorbeeld van, stuur deze video door naar 5 vrienden en verander niet in een boom. Ik bedoel, kettingmails werken altijd. Toch? Stuur dit sms'je door of je verandert in een boom. In 3 seconden. Yeah, right. Delete. Yo, gast, dat is nog even. Heel verpissig, hè? Oh mijn god. En echt als allerlaatste de comment van de week. Die is gekomen van nrobert704. Hij is namelijk op hele subtiele wijze te melden dat hij moet poepen bij een climax van een film. Moet je ook poepen bij Lord of the Rings climax? Die climax van de film, het einde zeg maar, is echt 2 uur. Is echt 2 uur. En dan de vraag voor deze week. Ik vraag me gewoon, wat vind jij van de politiek? Wat vind je grappig? Wat vind je stom? Wie voor de meisjes misschien leuk, welke politiekers vind je mooi, want er zijn geen mooie vrouwen in de politiek. Desnoods mag je ook een vraag stellen aan mij, beantwoord ik hem volgende week. En mocht je deze video leuk hebben gevonden, 5 ster, vergeet vooral niet te abonneren. Die gele knop in de beschrijving, volgens mij is die kant op. Dan kan ik u in alle vrede zeggen, konnichiwa bitches. I'm walking with a swagger and a bad attitude. I'm walking